We staan hier in Randwijk voor de Passamerlam. En het is weer een grote opkomst. Vorig jaar ruim 2000 mensen. Dit jaar ook, ondanks het wisselvallige Nederlandse weer. Maar het is het ruikt heerlijk. En er zijn veel kraampjes weer. Wat betekent Passamerlam? Markt. Molukse markt, avondmarkt. En op de hand daarvan hebben wij gedacht van dat is leuk voor hier in Randwijk. Omdat je met de Molukse achtergrond hier hebt met de haar. Hier hebben vroeger de barakken van de Molukkers gestaan. Die hebben hier gewoond. En voor hun is het ook echt een reunie. Je kunt echt zien dat er heel veel families zijn. En die zijn er de hele dag. Veel eten, dansen. We hebben leuke, echt ook Indische muziek. Dansgroep CKA, hoe die optreedt. Ja, een groot feest. En dit is nu het tweede jaar dit organiseren? Ja, het is het tweede jaar. Vorig jaar hadden we wat kleiner ingeschat. Dat liep wat groter. En dit jaar herhaling. En nou ja, weer laten we niet helemaal mee. Maar vorig jaar was het prachtig weer. En volgend jaar is hij weer. Okay. De laatste zondag van augustus. We staan hier voor ontzettend veel lekkere dingen. Wat verkoopt u zoal? Ja, dit is een aardappelkroketje. Dat is een hartige hapjes. Hartige hapjes. En we hebben ook een onde onde. En een maiskoek en een gebakken groenten. En ik zie ook iets bijzonders, tenminste voor mij, olifantenoren. Olifantenoren, ik heb nog eentje over. En wat zijn olifantenoren? Ja, dat is een knapperig snack. Ja, en zoet. Zoete chips of zoiets? Zoiets, ja. Zoiets. Waar is het van gemaakt? Van een bloem met een suiker en boter. En cacao. Wat verkoopt op dit moment het beste bij u? Ja, nasi campur. Dat is de beste. Dat is heel snel. Ja, 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 ja. Die van ons is al op. Het is nog vroeg. Ja. Ik zie hier ontzettend veel potten sambal staan. Ja. Zoveel soorten heb ik nog nooit gezien. Hoeveel soorten zijn er wel niet? 45. En hoe maakt u die allemaal? Of? Die maken wij niet zelf, die laten wij maken. We hebben een Surinamer en een Javaan, die maken dat voor ons. En wat verkoopt u het beste op dit moment? De knoflooksambal en de mama sambal. En welke is de allerpittigste die u heeft? Met de ghost pepper. Kan je het een klein beetje meer doseren? Blij dat ik komkommer heb genomen. Want dat blust een beetje de peper. Beetje, klopt, ja. Ja. Ik ga een warme middag tegemoet. Dank u wel. Jullie verkopen samen wat batik kleding? Okay. Ja, batik producten uit Indonesië. Ja, ja. En wat is eigenlijk batik? Batik is een verschillende streken hebben de verschillende motieven. Batik betekenis. Tekenen op de grote lapjes. Dat is batik. En u verkoopt van alles. Ik zie kussens, maar ik zie ook kleding, blazers en zo. Allemaal handgemaakt in Indonesië. Ja. Ik maak zelf. Nee, ik maak in Nederland. Maar ik doe inkoop uit Indonesië. Het is een tropische ontmoeting met natuurlijk tropische dranken erbij. Ja, welke drankjes heeft u? Wij hebben een sangria, die is met alcohol, lekker met vruchtjes. En de mango mocktail, dat is de alcoholvrije. Die is ook heel lekker, die is dan met mango en spaarrood erbij, ja, hè, en een beetje siroop. En een screwdriver, zoals we dat noemen, en dat is met vodka en chudorans. Daar kun je goed op dansen hier, denk ik. Daar ga je heel goed ritmisch, ja zeker. En de muziek is hier prachtig, dus dan drankje erbij, ga je helemaal ervoor gaan. Ja, maar zo.
De Passamalam is op een speciale plek, namelijk de plek waar vroeger het woonkamp was van de Molukkers. En het multiculturele centrum hier Ter Haar, dat is een barak en dat is ter nagedachtenis aan die periode hier nagebouwd. En daarvan hebben we net twee persoonlijke verhalen gesproken van mensen die hier hebben gewoond en hierop terugkijken. En dan daarom juist extra veel plezier naar hier zijn gekomen om oude woonkampers te ontmoeten, maar ook weer voor de geur en de omgeving weer opnieuw te zien. We hebben zeker een hele warme band met de Molukse bevolking nog. Ze vinden het fijn om hier terug te keren in Randwijk. Hun verjaardagen vieren ze in dit mooie gebouw. Reunies van oud-bewoners van Randwijk vieren ze ook in dit gebouw. Dus we hebben zeer zeker een hele warme band met de Molukkers. Ik zag al inderdaad hele families die hier zijn. Ja, het is ook echt een plek waar mensen elkaar ontmoeten. Verbinding, gezellig samen eten, gezellig samen dansen en heerlijke muziek natuurlijk. Nou, ik heb hele leuke herinneringen aan hoor. Dus vorig jaar was toen ook een bijeenkomst van Oud Randwijk. Ja? Heb ze in dat gebouw geloof ik. Ja? Ben ik ook geweest. Nou, als je daar bij elkaar zo zit, nou, dan komen de verhalen los. Hè? Nee, maar daar heb ik leuke herinneringen aan. Ja. Hoe het reunie was dat toen? Ja, dat was vorig jaar geloof ik, een soort reunie. Ja. Dus alles onder elkaar. Ja, en dan zie je soms sommige waarvan je denkt van, wat zou het met die gaan? Nou, die is inmiddels niet, dat gaat altijd zo. Hè? Ja, ja, ja. Dus nee, wat dat betreft, toen ik zag van, oh, dit is weer een soort, ja, wat is het eigenlijk dit? Het heet Passamalam. Ik zei, oh, met laam. Ja. En hij zei al, oh, als je hij niet leest, dan gaat hij niet gelijk in. Ja. Dus ik heb hier ben hier dat is baby, zeg maar, aangekomen. En we hebben uiteindelijk nog in het dorp gewoond. En toen ben ik via werk en studie weggegaan. Mm-hmm. Ja. En met, met uw gezin hier gewoond? Ja, met mijn ouders. Ja. En broers en zus. We zijn, even kijken, een gezin van 7 kinderen en 2 ouders, dus met z'n 9. Bent u niet geboren? Nee. Ik ben aan boord van een boot onderweg hierheen geboren, boord Astorias. We kwamen aan niet in Rotterdam, maar in Amsterdam. En hier heeft u hoe lang gewoond? Van 54 tot 68, denk ik. Ja, want ik heb hier de MULO gedaan, de HBS. En toen ben ik naar de Magnings Lyceum gegaan. Woonde ik hier nog. En toen ik naar vervolgopleiding ging, toen ben ik vertrokken. Ja, ja. Kijk, dit is het woonoord. Althans, de maquette van het woonoord. En mijn zus heeft dat gefotografeerd. En ik heb deze tekst geschreven. Okay. En wil u het even voorlezen? De Haar. Plek van ontmoeting en bewogen geschiedenis. Op deze plek werd direct na de Tweede Wereldoorlog in het kader van de wederopbouw barakkenkamp De Haar gebouwd. Deze barakken dienden als tijdelijk onderkomen voor arbeiders die Randwijk en de omgeving weer opbouwden. Ja. En het gebouw is neergezet in de vorm van een barak. Ja, en dat vind ik een ode aan Molukkers hier. En ik vind het ook een monument van ons. He, want het gebouw staat er in deze vorm omdat Molukkers hier waren. Dus in die zin is de geschiedenis omarmd door de Randwijkers. En daar ben ik zeer dankbaar voor.